Gewoonlijk af met uw eigen kijkersrubriek Straatpraat. De Nijmeegse burgerij. Reden dus voor een gesprek. Daarom zit bij mij aan tafel de heer Alwin Meisters. Hij is een van de organisatoren van de Potten en Flikkersdag en dat alweer 5 jaar hier in Nijmegen. Welkom meneer Meisters. De eerste vraag is een beetje voor de hand liggend. Waarom nu nog steeds een Potten en Flikkersdag? De Potten en Flikkersdag is toch om homoseksualiteit onder aandacht te brengen. Breng je homoseksualiteit onder de aandacht, krijg je reacties. En op grond van de reacties die we ieder jaar krijgen, betekent voor ons van, we kunnen voorlopig nog even vooruit. Kijk, er zijn mensen die zeggen van nou, ter plekke op het Koningsplein van nou, dit slaat gewoon nergens op. En ga maar werken. Dat hebben we zelfs ook al een keer gehoord. Op zaterdag. Ja, op zaterdag, ja. Maar het feit dat nog steeds, van ja, dan kom je weer hetzelfde verhaal. Dus dat mannen nog een keer in elkaar getimmerd worden, dus dat het reacties oproept. Het feit dat er een wetgelijke behandeling komt, die helemaal niet zo echt een wetgelijke behandeling is, maar een wet waarin discriminatie geoorloofd wordt. Mm-hmm. Nou, en zo zijn er legio kleine dingen waar je kunt zeggen van nou, het is inderdaad hard nodig. We gaan die reacties zullen we daar nog even zien. Eerst nog, is het dan een actiedag? Moet er iets bereikt worden? Of is het gewoon een jaarlijkse reden om een feestje te geven? Het is bij. Het is een actiedag en het is een feestdag. En je kunt zien, het is een feest, maar het feest is op zich ook een soort van actie. Kijk, door een heel groot feest te geven, kun je mensen stimuleren, kun je mensen motiveren om inderdaad te zeggen van hé, je kunt als homoseksueel, je komt vooruit, je kunt iets voor elkaar krijgen. Nou, het feit dat je een feest kunt organiseren waar 2000 mensen op afkomen, waar 1500 mensen op het Koningsplein komen, nou, het feit dat je dat voor elkaar kan boksen zonder enige cent subsidie, is op zich een hele goede stimulans om verder te gaan. Dus een combinatie van beide factoren, ja. De naam, Pot en Flikkersdag, ooit waren dat scheldwoorden Potten en Flikker? Ja. Dat zijn er nog steeds, maar de Nijmeegse Potten en Flikkersdag vindt zijn oorsprong in de 70er jaren. Je kreeg toen een tendens dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zich Potten en Flikker noemden. Nou, dat was op zich een geuze naam, dus een vrij trotse naam ook. Want het was het scheldwoord en dat hebben jullie met trots overgenomen als ja, het punt van, ik noem me nog steeds Flikker, om gewoon door de eenvoudige reden, om ik vind me niet homofiel of homoseksueel. Is er dan iets een verschil tussen een pot en een lesbienne is iets anders? Of een Flikker en een homofiel, dat zijn verschillende wezens? Nee, ik vind een Flikker iemand die ervoor uitkomt en ook iets voor doet. En er gewoon ook trots op is dat hij homoseksueel is, ja. Of Flikker is. En homofiel doet het in het geniep? Hoe ze het doen, weet ik niet. Maar, iets belegener, om het zo te zeggen. Ja, braver. Braver. Ja. Goed, om het gechargeerd te brengen. Je zou dan die Pot en Flikkersdag kunnen kijken van 1 keer per jaar mogen ze uitbundig en duidelijk naar buiten komen. Dan durft ook niemand iets meer tegen ze te doen, want dan zijn ze met z'n velen. Ja. Maar daarna moeten ze weer braaf terug hun huis, een hok of een plek in. Ja, ik hoop niet dat het gebeurt. Nee, maar dat effect zou het kunnen hebben. Het effect zou het kunnen hebben, maar ik denk niet dat het effect heeft. Want ik denk dat door het jaar heen voldoende dingen gebeuren waar homoseksualiteit onder de aandacht gebracht wordt. Maar goed, wij kiezen voor een manier van actievoeren waar wij nogal wat publiciteit bij krijgen. Door ook iets groter op te zetten. Nou, ik vind dat een heel belangrijke wijze van als je mensen terug wil de kast in krijgen van ga er maar voor aanzetten. Ja. Het is niet zo dat dit het enige is wat jullie door het hele jaar heen doen, zal ik maar zeggen. De Stichting Nijmeegse Pot en Flikkersdag die organiseert, daar is dit puur het enige. Maar er zijn mensen bij of in de organisatie die een aantal andere groepen ook zitten. En van iedereen doet gewoon zijn eigen werk. En dat kun je doen door middel van een COC of door een of andere werkgroep. Maar dan kun je ook gewoon doen in je dagelijks werk. Ja. Goed, we gaan even naar het filmpje kijken, want vorig jaar hebben de Nijmegenaren gevraagd wat ze van de Nijmeegse Potten en Flikkersdag vinden. Daar gaan we nou even naar kijken. En wat? Potten en Flikkers. Oh, speciale Flikkers en Pottendag. Ja, nou op zich. Ik sluit me bij haar aan. Zou voor mij best elke week kunnen. Elke dag is er één, wat mij betreft. En normaal. Voor mij mogen ze. Voor mij mogen ze. Mensen moeten mensen blijven. En of dat het nou een flikker of een pop of een schilder of een timmerman of een metselaar, doet er niet toe. Als je maar mens blijft. Nou, ik weet, ieder van moet voor zich weten. Ik heb er weinig boodschap, maar ik heb er ook weinig zin om ertussen te gaan zitten. Nee, ze willen natuurlijk altijd als ze normaal wel behandeld. Ze zeggen van ja, het moet ieder voor zich weten, homo of pot of net wat. Heb je ooit van een hetero dag gehoord of zo? Of van een SM dag? Ja, het zou mij een zorg wezen. Ik ga er niet naartoe. Ik weet niet wat het betekent. Nou, moet je mama en papa maar vragen. Ja, vind ik erg moeilijk, hè. Ik ben wat dat betreft toch nog een beetje traditioneel. Het is zoiets heel persoonlijks, dus ja.
Maar ja, ik vind alles goed dat mensen uitproberen hoor. Ze doen maar. Maar ja, ik kan het zelf nog niet waarderen. Heel goed hoor. Iedereen mag doen en laten wat hij zelf graag wil. Ja, voor mij dus de lesbische vrouwen. Die flikkers hoeven niet, maar die lesbische vrouwen er wel. Nou, dat vind ik niet aardig gezegd. Want die mensen moeten ook aan hun trekken komen. Dus ik bedoel, dat moeten ze allemaal zelf weten. Lesbische vrouwen, dat ze echt aan het vrijen zijn in de stad. En dat lijkt me nou echt, dat lijkt me nou niet nodig. Ik heb mijn tijd al maar gehad, hè, dus ja. Ja, ik ben geen flikker dus. Als mijn netjes blijft. Weet je, dit is niet zo goed voor die kinderen, maar ja, daar kan je ook niks aan doen. Dus voor mij mag het niet, dus, maar ik heb niet zoveel zeggenschap dus. Eigenlijk wel goed, maar van de andere kant het normale antwoord, jammer dat het nodig is. Jammer dat het nodig is. Is dat ook uw houding erbij? Nee, dat betekent heel gelukkig dat er is. Kijk, jammer dat het nodig is, want dan wordt er vaak zo'n reactie van, ja, die mensen... Kijk, iemand heeft een keer tegen mij gezegd, goh, meneer Alwin, wat goed dat ik dat voor die mensen doe. Nou, ja. Ik vind het benaderd of behandeld worden als die mensen. Een zielige groep die in de verdrukking zit. Ja, en kijk, vooral het van mij mogen ze, ja. We zullen wel moeten. Ja, ja. Ja, want dat is de tolerantie, zal ik maar zeggen. Dat spreekt wel een bepaalde tolerantie uit, maar het moet niet te dicht in de buurt komen, zoiets. Ik vind het een beetje echt schijntolerant. Ja. Kijk, homoseksualiteit, dat mag, maar ik ben niet zo. Dat wordt duidelijk, benadrukt. Ja. Wat betekent dat voor zo'n potten- en flikkersdag? Wat voor een rol kan dat daarin spelen? Ik denk dat we het nog meer door moeten prikken. Want ik vind de houding van mij mag het en doe iets voor die groep. En het is goed dat jullie onder de aandacht brengen. Maar mij zie je dan niet. Van, ja, kijk, het is in toenemende mate is het zo dat er steeds meer hetero's komen. Dat is gewoon heel erg duidelijk. Op die pot en flikkers daar. Ja, en die amuseren zich goed. En ik denk dat het gewoon steeds meer moet worden. Je moet nog duidelijker naar voren komen, dingen ook agressiever. Mensen er harder mee, duidelijker mee confronteren. Nou, ik weet niet of agressiever duidelijker is. Ik denk als je een actiebereid of een actie, manier van actievoeren hebt dat je mensen op het hoofd stoot, dan moet je meer oppassen. Mm-hmm. Maar ik denk dat als iedereen die homoseksueel is of lesbisch is, heel duidelijk in zijn werk en ervoor uitkomt. Niet, ja, het punt is, kijk, er is geen verschil tussen gewoon werken en homoseksueel werken. Maar het kan in bepaalde situaties kan het echt nodig zijn dat je je kop uitsteekt. En als iedereen zijn kop uit zou steken, zou het een heel stuk verder komen. Meer mensen van homofiel tot flikker zouden worden? Ja. Van lesbische vrouw tot pot zouden worden? Ja, en ik denk ook dat door de wijze waarop wij de dag organiseren, dat het heel goed werkt. Want een van de leuke dingen is dat, s'avonds is er het feest in het Kolpinghuis. Nou, dat de bewaking hiervan is in handen van de stadionsupporter van NEC. Dan krijg ik best wel veel reacties van, goh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Er zit dus blijkbaar een beeld dat bij NEC mensen dat niet zouden doen. Hm. En dat het heel moeilijk zou zijn om ze zover te krijgen van, nou ja, ik heb het gewoon gevraagd en het was goed. Ja, ja. Nou, en ik denk dat mensen over die angst, over die drempel van het niet durven, daar moet men overheen stappen. Gewoon vragen en dan valt het allemaal best wel mee. Ja, dat valt best mee. Ja. Goed, u zei feest in het Kolpinghuis. Daarvoor, 's middags is er al, zijn er al allerlei activiteiten op het Koningsplein. Ja. Is er een verschil tussen die twee activiteiten? Waarom eerst een Koningsplein, daarna het Kolpinghuis? Nou, er is een wezenlijke manier van benaderen, een verschil. Het Kolpinghuis is zelfs het feest. En dat feest komen overwegend homoseksuelen. Dat is duidelijk. Zo exclusief bedoeld? Of? Nee, het is niet exclusief bedoeld, maar het is potten- en flikkersdag. Ja, wat komen erop af? Mensen die potten of flikker zijn. Ja. Of hetero's die ook wel een beetje pot en flikker in zich hebben. Die zeggen van, oké, dat maakt mij niet uit. Ik wil daar best tussen zitten. En dat is een leuk feest. Want kijk, als je puur naar het programma kijkt, van nou is het programma waar inderdaad honderden mensen op afkomen. Hm. Nou, waarom zijn je overigens naar het Kolpinghuis gegaan? Want je zat dat in 42. Dat was gewoon te klein. Zo druk is het dus? Het is zo druk dat we ieder jaar mensen hebben moeten weigeren. En nou hopen we met Kolpinghuis van ja, ik hoop dat we weer mensen moeten weigeren. Ja, dat is dus heel druk. En wat is de bedoeling dan van het Koningsplein? Het Koningsplein is dus een vorm van actievoer voor, nou, je bent overdag, je bent zichtbaar. Je claimt even voor een dag een stuk van de stad. Je hoeft echt niet te verwachten dat je in Nijmegen op een terras kunt zitten met z'n tweeën en eens een keer elkaar over de bol mag aaien of een zoen geven. Dan krijg je gegarandeerd commentaar op. Mm-hmm. Nou, op de Nijmeegse Pot- en Flikkersdag kun je op het Koningsplein zitten, kun je doen en laten wat je wil. Maar dan krijg je toch weer hetzelfde, want die ene dag mag het wel en de andere keren krijg je toch weer de reacties? Of? Ja, maar het is wel zo, dat je op de ene dag laat je even heel duidelijk zien, want hey, ze zijn er ook nog. Ja, ja. En we vullen dat programma in, er wordt het thema dit jaar is toerisme. We hebben er een enquête over gehouden, er zijn mensen die hebben verhalen geschreven. Er is een boekwerk over samengesteld, dus dit boekje komt morgen uit, tot officieel
aan burgemeester De Hond aangeboden. Nou, dat is op zich een heel grappig boekje. Op deze manier, door het uitgeven van jaarlijks een boekje, vorig jaar was het moppenboekje, nou, een stuk gelezen en een stuk gepraat, zelfs op landelijk tv. Nou, we hopen dat dit met thema ook zo gebeurt. En door een presentatie van een boekje en een reismarkt en een beetje optredens in dezelfde stijl proberen wij... Is de weer... confrontatie. Ja. Daar weer duidelijk te maken. Laatste vraag, naar de toekomst toe. Hoe lang zal het nog nodig zijn om potten- en flikkersdagen te organiseren? Nou, ik hoop zolang dat ik het nodig vind, gaat het door. Maar hoe lang vind je het nodig? Ik denk dat... Kijk, toen ik 20 was, toen kreeg ik reacties, ja, dimmer eens even, men is er nog niet aan toe. Toen ging ik naar Sociale Academie. En dan was het ook zoiets van, ja, mensen zijn hier niet aan toe. En dan ben ik 36 en dan merk ik dat er mensen nog niet aan toe zijn. En ik vrees dat ik op mijn 80ste ergens in een bejaardenhuis zit. En dan zeggen ze, meneer Meisters, ze zijn er nog niet aan toe. Goed, ik hoop voor jullie dat het een mooie, droge, vooral gezellige dag wordt morgen. Ik hoop voor de komst in de studio. Ja, graag gedaan.